Yo, hey, hi, ik ben het met haar. Het is Diede. Ja. Ik ben hier vandaag weer met Senna. Senna is niet zo oud als ik, want ik ben een oude lul en Nina, of Nina. Surprise, motherfucker. We gaan vandaag iets heel erg leuks doen, namelijk. We hebben natuurlijk allemaal rappers in Nederland die allemaal toffe liedjes rappen zoals. Yo, kom hier in de straat, ik doe het met mijn matties. Yeah. Wij luisteren allebei wel rapmuziek, denk ik toch? Ja. Wat is je favoriete rapliedje van dit moment? Ik denk wel eentje van Lil Kleine of Ronnie Flex. Maar niet echt één favoriet heb ik. Ik heb iets superleuks bedacht, namelijk ik dacht, hoe weten we wat we eigenlijk rappen als we meerappen? Want ik denk dat je redelijk wat liedjes van Lil Kleine of Ronnie Flex kan meezingen. En dat je dat dan zingt en dan denkt van ja, maar ik weet eigenlijk niet precies wat ze zeggen. Doe gewoon mee. Als je de tekst niet kent, gewoon gaat brabbelen. Niemand hoort het toch, want de muziek staat hard. Ik heb dat altijd. Brakka van de bouwmarkt. Ik heb een challenge bedacht, namelijk wij gaan rapteksten lezen en dan besluiten wat het betekent. Ik denk dat ik wel redelijk dat rapjargon ken. Ik heb geen idee. Ik ben lid. We gaan door. Dat was het nog niet. Oh. Ik ben lid. Prr. Planga van Cartier. Brakka van Balmain. Ken je dat liedje? Ja. Je scheiding zit goed vandaag. Heeft je zus mooi gedaan. Kom even. Goed gedaan. Dankjewel. Happy family. We moeten raden wat dit betekent. Okay. Je mag er heel veel over nadenken en dan moeten we straks op hetzelfde moment zeggen wat het is. Even nadenken. Ik weet het al trouwens. Ik weet precies wat dit is. Ik weet het precies. Nou, misschien het eerste woord. Lid. Dat het leuk is of zo. Hij is gewoon lid van de voetbalvereniging. Ik ben lid van de schaakvereniging. En de paardenclub. Dit was dus leuk. Ja. Brakka. Dat weet ik echt niet. Zeg iets. Braaksel. Ja. Zo. Ik weet bijna zeker dat het betekent ik ben gaande, of ik ben leuk, dus dat klopt. Oh. Planga van Cartier, een bril van het merk Cartier. Dat heeft mij het er nog laten, dat heb jij nog. En brakka van Balmain betekent een broek van Balmain. Dat heb mij het ook gezegd. Ja, maar waarom zeg je het dan niet? Ja, ik was helemaal vergeten. Je wist het gewoon. Maar ik weet niet of het goed is, hè. Ik ben cool, ik ga lekker, ik ben hip. Mijn bril is van het merk Cartier en mijn broek van het merk Balmain. Ik mag dan wel een nieuw huis hebben, maar ik heb nog steeds dezelfde intelligentie. Je weet niks. Jij mag de volgende voorlezen. Ik vouw papier, kom niet zeggen dat jij meer vouwt. Krantenwijk. Vouw papier, gewoon dat die... Ik ben bezig met de printer. Het papier zit vast. Laat ik het vouwen. Kom niet zeggen dat jij meer vouwt. Zeg het maar, Senna. Een kleine show is natuurlijk altijd zijn geld en zo. Oh, okay. Dus ik dacht, ik vouw papier, dus ik heb veel geld. Kom niet zeggen dat jij meer geld hebt. Dat is toch eigenlijk wel een goeie? Ja, nee, ik denk ook dat het klopt. Ja. Alleen de manier waarop je zegt is fantastisch. Ja. Ik verdien veel geld en de briefjes daarvan vouw ik op. Jij verdient minder, dus jij vouwt ook minder. Ja, dat is goed. Yes! Dat vind ik heel knap. Ik had niet verwacht. Nee. Chap Rotje, wie gaat er Rolanda? Freeman Brada Dada, al één Taya daar in Franca. Het is gewoon een andere taal. Dit is niet Nederland. Dit is echt Nederlands en Engels door elkaar. Nee, dit kan je nooit weten. Jawel, ik weet het wel. Echt? Ja. Nee, ik weet het. Weet niks. Weet niks. Ik denk dat het betekent. Ik weet het echt niet. Ik weet geen letter. Het enige wat ik weet is Freeman Brada Dada. Dat is gewoon zeg maar, mijn broertje Dada zit in de gevangenis. Haal hem eruit. Maar de rest, ik weet het niet. Je kent het al, maar je weet niet wat ze zeggen. Vrienden in Rotterdam. Wie gaat er dik in Nederland? Ik hoop dat mijn vriend Dada snel vrijkomt. Hij zit al een jaar vast in Frankrijk. Ja, dat had je dan wel goed. Ja, ik had het zo half goed. Nice. Senna, je kan dit. Broer, mijn hoofd was... Hayek. Heet broer. Oh, Hayek heet broer. Ja, als ik dans weet ik het misschien. Oh, Hayek. Hayek. Hey broer. Hayek heet na drie. Titan pok niet met mij. Ja, maar kijk. Dit zing ik sowieso mee, want het is van 4 keer duurder. Als die tekst zeg maar in dat lied komt, zing ik het gewoon mee. Maar dan is het sowieso fout. Wat staat er? Ik denk dat ik het weet. Dat zijn hoofd heel druk is of zo. Ja, dat denk ik. Dat hij heel veel problemen heeft of zo. Hij heeft struggles in zijn leven. Ja. Hayek heet hoofd. Deze gast was echt boos. Net zo heet, zeg maar, als thee. En toen had hij zoiets van, yo, weet je, fuck niet bij mij. Dan krijg je problemen. En ik dan... denk dat dat goed is. Ik heb veel stress, net als muntthee. Man. Mis ik iets? Zit er stress in munt? Hey, mensen van 4 keer duurder. Doe even normaal, joh, mafketel. Tjalla Barkie voor een day. Hey, die vorige was echt vet lang. Deze is gewoon rustig. Weet je, het is gewoon rustig aan. Niet te veel stress. Tjalla klinkt als iets. Klinkt zeg maar als kouwen. Ja! Ik eet van 100 euro per dag. Ik ga elke dag uit eten. Ik geef 100 euro per dag uit. Tenzij jij iets anders denkt. Dit is moeilijk wel, hoor. Ik besteed 100 euro in één dag. Yes! Hou de laptop even vast. Ga naar huis. Doei. Oh, ik heb een hele domme klok. Ik weet hem!
Ik heb een hele domme klok. Ik denk, ik heb een hele dure klok. Wat bedoel je met klok? Klok? Nou, gewoon een dure horloge. Oh, horloge. Dom is volgens mij niet per se duur, maar is gewoon nice. Ik heb echt een hele nice horloge. Dat is mijn antwoord. Horloge van draag is groot, duur, cool. Wat het allebei goed. Ja. Wat het goed is! Yeah. Je schreeuwt big man ding, maar je mansaldo is laag. Broke man talk, dat is wat ik niet versta. Ik weet precies wat het betekent. Echt? Ja, zeker. Je schreeuwt grote man. Grote man. Ik snap het gewoon niet. Zal ik het zeggen? Ja. Je doet alsof je zeg maar groot bent. Je doet alsof je veel bent. Maar je mannelijkheid is gewoon whack. Is gewoon slecht. Dus ik versta niet wat je zegt. Want ik versta niet wat zeg maar lage mannen zeggen. Dat was geen hele goede uitleg. Je zegt dat je heel wat bent, maar zoveel geld heb je helemaal niet. Ik weet niet hoe het is om geen geld te hebben. Oh, ja. Ik vind dat goed wel. Ja. Ik vind het goed zat. Morning of veel in je backyard standing outside but I'm finna go in mounting R when no team outing yeah. Ik snap het niet. Ik heb geen idee. Ik zou nog willen proberen, maar alsnog. Ik ga naar de receiver. Doei. Ik ga stiekem kijken wat het betekent. Ik denk dat ik weet wat het betekent. Stiekem heb je gewoon gekeken. Ik heb helemaal niet gekeken. Dat betekent, ik ga inbreken, ik ga gewoon naar binnen en dit is geen kinderspel. Wow, ik sta 's ochtends vroeg in je tuin om een overval te plegen. Ik sta buiten, maar ga naar binnen. De zaken gaan goed. Dit is geen kinderspel. Ik had goed! Hoe kon je dat? Niet eerlijk. Nee, ik had toch. Ja? Ja, ik wil dat. En ik wil snel weg, want we moeten wegen en je klant is geholpen. Je moet vroeger wezen. Ik heb precies te zeggen. Wat zou je bedoelen? Wat weeg je? Wegen? Misschien kom met op. Een weg, maar dat nee. Want daar kan je niet echt iets op verzinnen. Zeg maar ik. Wat een goede zin. Als jij een weegschaal pakt, wat ga je dan doen? Ja, maar wat ga je wegen? Jezelf! Of? Oh, iets. Hoef zij zo, ik wil weg, want we moeten de klant helpen. En toen kwam hij daar en toen heeft hij de klant geholpen. Toen zei hij tegen zijn vriendje van, ja, we moesten echt vroeger wezen. Exact. Ik denk dat ik weet wat het betekent. Het gaat over bepaalde middelen die in de onderwereld nogal worden gebruikt. Valt onder de noemer drugs. Oh. Oh. Daar komt het wegen vandaan. En Boef zegt hier eigenlijk, denk ik hè. Ik moet weg, want ik moet een klant wat drugs verkopen. En dat moet ik wegen. En ik heb hem al geholpen. Dus andere drugsdealer, je was te laat, je moet sneller zijn. Ik wil snel weg, want ik moet drugs verpakken en verkopen. Als je meer van me had gewild, had je meer eerder moeten komen. Soort van mij. Soort van wel. Maar jou vond ik eigenlijk beter. Voor die goldies. Zeg ik brakka's man. Dat heb ik wel goed gezegd, zeg maar, toch? Ik snap dit niet. We hadden net ook brakka's, hè? Die eerste was ook brakka's. Wat was dat dan? Geld? Oh ja, broek! Ja! Ik denk dat hij mooie broeken draagt voor mooie vrouwen. Van Mel. Goldie. Gouden vrouwtjes. Kan jij nog een inzending doen of nee, is het? Nee, ik ga ja? Het ook. Ik breek in en doe overvallen voor geld en juwelen. Wat da, wat da? What? What the fuck? In mijn buurt is er cash, maar wie trekt het meeste? Beter in de grond of in flatten steken? Ja, deze moet je weten. Cash is dan denk ik, in mijn buurt is er een cash, een winkel denk ik, of een supermarkt. Maar wie trekt het meeste? Oh, misschien dat hij uitgaat of zo? Nee, dat kan ook niet. Ik snap hem niet. Dat is niet erg. Ik weet het ook niet zo goed, ouwe. Ik denk dat dat betekent, in mijn buurt hebben heel veel mensen gewoon zeg maar cash. Dus gewoon cash geld, gewoon contant geld. Laten we het allemaal aan elkaar zien van ik heb zoveel. Maar hij vraagt zich af, wie verdient nou het meest? Want ik heb mijn geld niet allemaal cash, maar ik stop het in de grond. Ik verstop het in de grond, want het is allemaal drugsgeld. Of ik steek het in flatten, omdat hij appartementen koopt. In mijn buurt is er contant geld, maar wie verdient nu het meest? Je kan het beste investeren in grond of gebouwen kopen. Dankjewel. Zie ik wel paintings van rood. Nu heb ik een ding on wolf. Ja, dat dit een taal is. Ik kan me niet voorstellen dat die zin in energie zit. Zie ik wel paintings van rood. Brenna is dat. Ja, zeg het. Oké, yay. Als je niet weet, kun je ook gewoon handen knikken. Kun je ook gewoon zeggen, ik ben Senna en ik weet het niet. Ik ben Senna en ik weet het niet. Ik weet het wel. Nee, ik heb geen idee. Ik wil knappe vrouwen, maar nu heb ik zoveel knappe vrouwen dat ik ze niet eens allemaal aandacht geef. Eén ding, wat een raar woord. Ik ben hard op weg naar die nulletjes. Ja, dat weet ik. Wow. Ik ben hard op weg naar die nulletjes, naar die miljoenen views. No, God! Wat willen rappers dan? Naar die geld. Ja! Ik ben hard op weg naar die miljoenen geld. Ja, dat. Ik ben hard op weg naar nog meer geld. Lekker. Wauw. Ik kan niet spieken voor een wine Zina. Nee. Ik wil best een poging doen. Ik niet. Zina betekent iets van een vrouw. Ik kan niet spieken, ik kan niet praten. Ik kan
Ik kom niet op voor een vervelend meisje. Ik heb een bom in mijn zak. Gewoon, ik heb een bom in mijn tas. Denk je dat echt? Zou een rapper dat doen gewoon? Ik weet het ook niet hoor. Ik heb een bom in mijn zak. Ik heb een flinke stapel geld in mijn broekzak. Een bom! Hoeveel woorden kun je voor geld bedenken? En ik ben niet gierig. Jij bent helhoef net als bacon. Ik wou naar Parijs, maar ik wist niet of mijn bacon... Boef, bang bang! Jongens, help me! En ik ben niet gierig, dus jij bent een helhoef. Zeg gewoon de woorden die er staan! Maar bacon. Bacon. Bacon! Oké, dit is heel raar. Ik ben niet gierig, jij bent gewoon een varken, net als bacon. Ik wou naar Parijs, maar ik wist niet of mijn vriendin meekomt. Helhoef. Wacht, één sneetje helhoef. Oké, we zijn aangekomen bij de allerlaatste. Degene die dit goed heeft, krijgt deze bom. Nu gaat het goed, maar weet nog 3 jaar terug dat ik pakjes moet duwen onder viaduct. Ik neem deze alweer terug naar huis. Ik weet dat je weet, ga ik niet naar. What? Ik weet wel wat dit betekent. Ik weet echt niet. Luister goed. Nu gaat het goed, maar 3 jaar terug ging het niet zo goed, weet je nog? Het ging zo slecht dat ik drugs moest dealen onder een viaduct. Wat is een viaduct? Gewoon een brug boven een weg. Oh. Nou, maar ik ben wel benieuwd of ik het goed heb. Nu gaat het goed met me, maar ik weet nog dat ik vroeger drugs verkocht onder een brug. Moeilijk doen. Maar die rapcarrière, die komt eraan, mensen. Noem me Lil Cleef. Noem me Lil Cleivin. Featuring Senna. Senna, pas op. Pas op, kom dan met je leger. Kom dan met je leger.